Yo, what's going on guys? Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering op mijn kanaal van Assassin's Creed Origins. Aflevering 71 alweer, Curse of the Pharaohs DLC. Tel je zegeningen is wat wij gaan doen in deze aflevering. Ga met me mee op avontuur bij de vorige aflevering. De quest opgepakt van een priesterhuis stond bovenop een standbeeld. Deed een gekke zweefduik naar beneden. En vertelde eigenlijk over zijn vriend. Met z'n tweeën, de twee priesters samen, probeerden ze een soort ritueel uit te voeren om de vloek tegen te gaan. Maar onderweg kwamen ze op verschillende obstakels tegen. Eerst krokodillen, daarna bandits. En daarom is zijn vriend, oftewel een van de priesters, inmiddels gevangen genomen, gevangen gezet door de bandits. De priesters liepen op weg naar de bergtop in een hinderlaag. Nou ja, die ene guy stond boven op een standbeeld, de andere zit blijkbaar vast in een banditkamp. We gaan het in ieder geval uitzoeken aan het begin van deze aflevering van Assassin's Creed Origins op mijn kanaal. Aflevering 71, van harte welkom allemaal, ik hoop dat jullie er zin in hebben. En eventjes die support showen door een like te droppen. Waar zal de markering zijn? Het is trouwens inmiddels nacht. Markering is daar. Ik zie hem inderdaad staan. Is dit misschien de andere? Of is dit juist Onnos en weet ik van de andere priester de naam niet? In ieder geval, er zit hier een grot en een klein kampje aan vast. Zie je, het wordt verdedigd. Daarbinnen zijn ook allemaal gasten. Zit gevangen. Is dit niet gewoon de plek waar ik straks heen moet voor de andere priester? Waarschijnlijk wel, hè? We gaan het zien. Ik ga ze proberen te helpen. What the fuck? Wow. Rot op, joh. Ja. Hier, sterf. Doeg. Wow. Onnos, Amun put you upon the Black Sands for this purpose. Do not falter now. You will not turn me from my path, Seni. Onnos? By Amun, you know me. Are you real or a mirage? Are we in the desert? No. Your friend Saab sent me to aid you. Come, I will bring you to him. I cannot leave Amun's statue in their unwashed hands. I have a plan to rescue it. I just need the fresh carcass of a rabbit, some rope, a bandit's garb, a bladder of wine, and... I will find the statue. Join Saab at the ritual site. You are sure? But Thoth has granted me great insight on... Go! The bandits just wanted the statue. Perhaps they think Amun can protect them from the curse. Bayek heeft ook maar... types waarmee die moet dealen continu hoor. Hij heeft in ieder geval de priester weggestuurd. Dit was inderdaad Onnos. En Saab had me blijkbaar gestuurd. Ja, daar ken ik de allebei die gasten te slecht voor. Ik bedoel, ik kwam ze net pas tegen de vorige aflevering. Oh fuck, ik heb geen ammo meer namelijk gezien. En hij zette zichzelf in de fik. Wegwezen. Damn you! What the fuck was dat voor achtelijke bandit? Er stonden echt twee guards voor de deur en die hebben zichzelf gewoon in de fik gezet. In ieder geval zit hier een hyena vast. Wat als ik die gewoon vrijlaat? Hopelijk valt hij die gas dan aan. Maar dat doet hij niet, die mogol gaat een kameel aanvallen. Heb ik weer. Hyena's zijn zo lelijk. Hey. Join the dance. Ziek hard gewrekt en keihard daarna nog een schouderduw tegen die muur aan. Oké, wat beschermen deze gast? Gelukkig is het avond, dus alleen deze man is wakker, de andere slaapt. Oh, kut manier om te sterven. Hij kreeg echt keihard een mes in zijn pik gewoon. Oké, wat hebben we hier? We kunnen de snuisterij wegnemen. Haal het beeld van Amun terug. Waar is dat beeld? Oké,
Oké, dit looten we, dit. En het beeld van Amon is hier, denk ik. Ja. Done. And without the need of dead rabbits and disguises. Die priesters zijn zo dom. Die gasten zijn gewoon schattig, die twee. Nou goed, hier zijn we bij Jack voor. Het is ook blijkbaar opeens ochtend. Dat is snel gegaan. Holy shit. Hun ritueel zal plaatsvinden op de top van de berg. En helaas hebben we daar nergens een synchronisatiepunt of iets dergelijks. Dus ik zal er gewoon te voet heen moeten gaan. Naartoe moeten klimmen. Als we daar aankomen, jongens, dan zien we vanzelf wat ze van plan zijn. Het is ook precies bij deze aangegeven vraagteken op mijn minimapje. Dus ik ben benieuwd wat we daar vinden. Het is nog zo vroeg in de ochtend dat de maan zelfs nog hoog staat. Het was ook heel apart. Ik ging met donker de grot in. Ik ben daar misschien maar 30 seconden binnen geweest en ik kom met lichte grot uit. Dus dat is allemaal heel erg snel gegaan. Ik ga in ieder geval hun ritueel of ceremonie, of hoe die twee guys het willen benoemen, bijwonen. Zullen we het vanzelf zien. Tot zometeen. Hoppa. Aangekomen, jongens. Het altaar van Amon. En we moeten ook het beeldje van Amon. Natuurlijk kan die gasten teruggeven. Laten we in eerste instantie... Perhaps a mountain god, or... The Lady of Slaughter is angry. Her kin will not be deterred by Carrion. Puur voor... de mooi... zet ik nu met de fakkel deze schaal aan. Het helpt natuurlijk helemaal niet. Het zal helemaal voor niets helpen. Het heeft geen toegevoegde waarde. Maar het ziet er wel mooi uit. Ik neem alle snuisterijen weg. Zo, dan zag ik hier nog ergens een vuurschaal. Nog wat extra snuisterijen. En dan geef ik dus het beeldje van Amon terug aan hun. Kunnen hun een ritueel uitvoeren. En is dit tevens een locatie waar ik kan mediteren als het goed is. En ik daar dus dan XP voor krijg. Zie je, het is gewoon een mooie locatie, that's it. We steken de vuurschalen aan. Geen toegevoegde waarde. Maar wel mooi voor het ritueel. Deze ook. Nice, en laten we het beeldje teruggeven aan deze gasten. En dan denk ik dat boven op de berg, daar zeg maar aan de bovenkant van de trap, dat daar dan het plekje is waar ik kan mediteren. Great Mirage returns. You have the statue. I do. And you have more problems with animals. Sekhmet's offspring will sharpen their claws on our bones. Simply a pride of hungry lions. But I have a plan. All I need is some twine, a bushel of hay, a shovel to dig a hole, and... Stay here and keep quiet. Oh, die mannen. Al hun tactiekjes. Terwijl Bayek ze gewoon gaat verslaan. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Er zijn allemaal tijgers hier aanwezig. Leeuwen, bedoel ik. Als het goed zijn het leeuwinnen. Oh man, dit zijn best wel sterk. Kijk even joh, ik sterf gewoon bijna. Nice, allebei bijna neer. Ik vind het zo zielig, hè? Ik ben gek op beesten. Ik haat het eigenlijk om in games beesten te moeten vermoorden. Waarom is dat mis? Af en toe vraag ik me echt af waarom het mis is. Oh, dit laatste beest is nog zwaar gewond door het gif. En hierbij ook neer. Ja, ik vind het echt kloot om te doen, man. Die beesten kunnen er ook niks aan doen. Alleen maar omdat hier een ritueel moet plaatsvinden, moet ik ze opeens gaan vermoorden. Dat is toch kut? Kill the lions! You truly fight with the wrath of Ra! Ja. We must start the ritual. Nou jongens, we hebben hem gehaald, tel je zegeningen. 7000 XP erbij, lief 49, lief van 49 geworden.
Hail to thee, Amun-Ra, Lord of the Thrones of the Earth, Ancient of Heaven, Father of all things. Deliverer of those who suffer, you hear their cries and come at their behest. Lord of wisdom, Lord of mercy, opener of every eye, thou whose name is hidden. Your people are struck down, terrorized, tormented. Help us cleanse this land and protect your suppliants. Keep them safe in your shining radiance. Wel, deze mannen die zullen nog wel echt eventjes pittig lang bezig zijn met hun ritueel, gok ik zo. We hebben in ieder geval de locatie afgerond en de quest ook afgerond. Ik heb een plekje gevonden om uit te rusten en ook nog natuurlijk tel je zegeningen gehaald voor 7000 XP. Het wordt tijd om questlines te doen van het laagste niveau en dat is dus deze krokodillentranen. Je ziet het quest item ligt in een gebied waar ik nog niet ben geweest, dus we zullen zien hoe dat eruit ziet. Laten we in ieder geval snel heen gaan. Zo jongens, eenmaal aangekomen op de locatie van het synchronisatiepunt, de fast travel dus juist gedaan, heb ik een hele mooie foto gemaakt van Bayek en Senu. Dan gaan we zo snel mogelijk naar de side quest die daar te vinden is, op 180 meter afstand. Ik ben heel benieuwd, het is in een gebied wat lijkt op een oase. Ja, het is in dit groene gebied te vinden. Het grenst dus eigenlijk aan een compleet nieuwe regio waar ik nog niet eerder ben geweest. Dus waarschijnlijk zullen we dat ook ontdekken nu of verkennen. Wat is dit voor plekje? Het ziet eruit als een klein tempeltje. Klein tempeltje sidequest. Ik ben ook echt gewoon sidequest aan het doen. Puur op niveau gebaseerd. Hè? Kijk, nieuwe regio ontdekt. Jebu Nom. You come from the eternal chaos, the churning waters to avenge us. Aanbidders van Sobek, jongens. To punish those who take the flesh of your children. You worship the crocodile god. We honor Sobek who walks. He is risen from the raging waters to punish our enemies. You have seen him? Yes, fighting 100 soldiers, the tyrants who kill and skin his children for their own profit. We who live off the land are left with nothing. I should see his prowess for myself. Do not fear him. He will not tear the flesh of those who honor him. Another god. Oh, hey. Ik heb net deze questline gekregen en ik hoor combat muziekje. Dus er is een gevecht met iets. Wat valt me aan? Ah, weer een leeuwin. Arme beesten. Oké, dit was Another god walking. Een stuk beter verslagen. Godverdomme, hij wil al twee keer zijn tekst uitspreken. Waarom blijven die beestjes niet gewoon op afstand? Another god walking. Is this the orb's doing? Is dit het werk van de bol? Ja, of het nou een echte god is of niet, de questline heet krokodillentranen. En de mensen die dus de krokodillengod aanbidden, die de god Sobek aanbidden, die zeggen dat ze hem hebben gezien. Ze hebben hem gezien vechten tegen 100 soldaten tegelijk. En we zijn erop afgestuurd om het eigenlijk uit te zoeken. Sowieso met een nieuwe locatie ontdekt de jagerstijger. Ik wil hier een synchronisatiepunt doen, maar ik zie dat er een schaduw van een farao is opgestaan. Laat het weer een poging geven, jongens. Wow. Kijk dit. Actieshot. De farao beukte net op de grond neer. Kar vliegt uiteen. Die man vliegt door de lucht. Die kan hier een hele mooie screenshot van maken. Dit is echt een prachtig actieschot geworden, hè? Jezus. I must push on. Jongens, ga je er nou niet mee bemoeien, joh? Hold the enemy! Oh, weer die guards, hè. Hier, zijn ze nog vergiftigd ook? Ze worden in one hit gekillt. Hold the enemy!
for that! Halt the enemy! I must push on! Ik denk helaas echt niet dat ik sterk genoeg ben om dit te kunnen verslaan. Dus hoe graag ik het ook wil. Auw. Die guy wordt gewonnen. Nou, ik ben nu wel over de helft. Hier, af en toe ontvangt hij een beetje gifschade. Wow, opeens doe ik 1000 hits. Come on. Ik zou hem kunnen verslaan. Jongens, misschien zit het erin. Ja! Oh shit, een vloek is opgeheven. Scherven van een ster verkregen. Het is me gewoon gelukt met de giftige dubbelzwaarden. Fantastisch. En dat is dus de reden dat ik continu blijf proberen. Elke schaduw die dichtbij genoeg is, wil ik gewoon trotseren. Want wie weet lukt het wel en dan krijg je dus dit soort dingen. Hier, die voor je. Domme, domme guards. Zet ik continu mee bemoeien. Terwijl ze gewoon instant sterven, die sukkels. Nou, zoals jullie zien is dit een regio die echt in het teken staat van de vangst en de jacht op krokodillen. Kijk hoe agressief ik ben, hé. Dat was een perfecte parry, trouwens. Dat was echt een perfecte parry. You are dead. Nou, heel vet hoe agressief ik ze continu aan het verslaan ben. Ik vlieg er echt in no time doorheen met deze snelle zwaarden. Mijn hoofdinsteek om deze richting in te gaan was eigenlijk gewoon puur voor het synchronisatiepunt. Maar blijkbaar is er ook gewoon een locatiedoel meteen en ben ik gewoon een kamp ingerend. Ik wilde gewoon het synchronisatiepunt doen en ik wilde een beetje onderzoek doen naar de questline. Maar ik doe allemaal dingen tegelijk nu. Schaduw van de faro, we hebben meteen dit gebiedje voltooid. Alles tegelijk. Oké, met Senu komen we erachter dat Sobek, want dat is natuurlijk gewoon de main quest, Finn Sobek, dat die gewoon daar is. Het kan nooit echt Sobek zijn, toch? Er is toch niet echt een god opeens? Krokodillentranen, laten we kijken wat we vinden. That is no god. You are a little broken for a god. Did that damnable captain at the wharf send you to mock me? I heard you stand against the soldiers who killed the crocodiles. I am just trying to protect my family. Sobek allows us to take what we need to survive, nothing more. It is one of the commandments. You thought to frighten them away? Make them believe Sobek strides from the reeds? Why should the Pharaoh's curse not do some good? Your last performance nearly got you killed. I will deal with your poachers. Tread carefully through the reeds, Neb. This captain does not respect the natural balance, so he will pay the price. Aha. Die man probeerde dus eigenlijk zijn hachje te redden, zijn familie, zijn leven, zijn jacht op de krokodillen. Puur omdat er hier blijkbaar een stroperskapitein is die de natuurlijke balans totaal niet respecteert. En veel meer
wegjaagt en opjaagt en hunt op de krokodillen dan eigenlijk is toegestaan. Zoals je ziet, al deze krokodillen hier hangen aan touwen. Het is echt waarschijnlijk veel meer dan is toegestaan. Veel te veel in één keer wellicht. Dus wij gaan nu een jacht maken op de stroperskapitein om die vervolgens te doden. Want hij maakt de levens van alle burgers hier zuur. En zo merk je eigenlijk gewoon, hè, het is de Curse of the Pharaohs DLC, maar in deze expansion zit nog zoveel te doen wat helemaal niks met de curse te maken heeft, wat gewoon puur expansion is. Toevoeging aan jouw avontuur in Assassin's Creed Origins, het is echt tof. En what the fuck, hoe kan deze kapitein hier gewoon lopen? Hier was ik net. Kijk hoe dichtbij ze zijn, ik liep hier letterlijk net. Nou, ik ga die gasten snel neerhalen. Hey, are we not alone? Are we not alone? Ik heb gefloten, maar ze reageren niet echt op mijn fluitje. Alright. Hey, what? Top, die is neer en deze maken we achteraf. Bam! Hem maken we af erachteraan. Hoppakee. Oh! Heftig hoor. Hoppa. Achaeus, je hebt het verkeerd. Jouw Sobek is gewoon een jager die zich kleedt in een beest dat hij gefild heeft. Hij denkt dat hij ons kan afschrikken om de rivierbeesten te doden. Ik heb hem zelf gezien, dus zorg ervoor dat hij dood is bij het vallen van de avond. What the hell? They thought the hunter was truly Sobek. Maar iemand die hem de brief heeft geschreven weet dus wel dat het niet echt Sobek is. Maar wie is degene die de brief heeft geschreven? In ieder geval, de quest zegt keer terug naar de jager. We gaan het zien. Ja, what is this now? The hunter shook a flame. Wow, what the fuck? Alles wat hij net was, is weg. I'm glad to find you unscorched. You said you would deal with the captain, and yet he came and burned my hut to ashes. They rest assured. The captain is dead. Then like Osiris, he has risen again. For he was here, shouting for me to face him as I cowered in the bushes. Hey, that cannot be. I killed him. Something is very odd, Nev. Has Sobek cast me? You do his work. Why would that be? Where did the captain return to? The outpost above the fields. I will see how a poacher cheats the jackal. But it is no longer safe for you here. A truth is spoken. I will go south where they honor the god. The Rager grants you teeth, Neb. We gaan het zien. Hij gaat in ieder geval terug. En verder met zijn leven, terug naar zijn familie. Ik weet niet wat hij doet. Of gaat hij het zwemmen doen? Nee, toch niet. Ik dacht hij gaat de boot pakken. Toch gaat hij zwemmen. Hij is nu een beetje heen en weer aan het glitchen. Blijkbaar heeft die stroperskapitein de dood belazerd en is er gewoon nog een kapitein die waarschijnlijk boven de andere kapitein staat. En hoe de fuck kan hier nou weer een schaduw van een farao zijn wanneer die letterlijk net de vloek is opgeheven? Oei oei oei, nou word ik wel meteen heel hard aangevallen. En hij is weg. Ik snap er helemaal niks van dat er weer gewoon een schaduw kan opstaan wanneer we hem letterlijk net hebben verslagen. De Svenet buitenpost. Zojuist ontdekt. Hier is dus niet alleen
de stroperskapitein, de echte stroperskapitein. Maar zoals jullie zien is er ook een witte uitroepteken. Wat betekent dat er gewoon... The captain is here. Is very dat er hier gewoon een sidequest is, maar dat betekent dus dat deze gast nooit dood is geweest. Hij is echt nooit dood geweest. Hij liep gewoon al die tijd hier. Dus wat, wie hebben we dan net vermoord? En daarnaast hoorde ik het geluid van omgevallen potten. Dat is net op die gasten soms hunzelf gewoon in de fik zeken. Vindt en doodt de stroperskapitein alweer. We gaan het zien. Ik ga het wel even avond maken. In de avond kan ik beter stel te werk gaan. Slaap de helft van het kamp, et cetera. Wow, hij ontweek het? We're shooting. Hoe de fuck kan hij in godsnaam met de zijkant van zijn hoofd weten dat er een pijl op hem afkomt? Nou goed, er is één kapitein, één commandant, twee schatten. We hebben ze allemaal al gewoon... gescand, al ontdekt met Senu. We weten waar hun locatie is. Dus dat moet het probleem niet zijn. Nu nog de uitvoering. Oké, die gast waar het echt daadwerkelijk om gaat, die heeft ook continu gewoon twee guards om hem heen. Dus die heeft gewoon persoonlijke beveiliging, die gast. Nou, deze hadden we wel echt te erg midden in het kamp, zeg maar, vermoord. Dus die ruim ik eventjes op in de bosjes, zodat als iemand het toevallig ziet, ze geen alarm kunnen slaan. Dan staat hierboven nog een gast in een wachttoren, die halen we ook meteen neer. Hey. Kijk, nice. Moord van bovenaf. En dan kunnen we eigenlijk zo goed als het hele kamp gewoon via de rechterkant flanken. En een kapitein van 50 neerhalen, een commandant van 51 en dan nog de daadwerkelijke target, de stroperskapitein. Dit gastje hier staat te pissen. Zie je mensen die gaan gewoon rustig naar bed, ze wisselen elkaar af. De een gaat slapen, de ander gaat weer guarden. Maar op deze manier worden het steeds minder guards, want het gaat best goed, kan ik je vertellen. En nu? Oh, wauw. Oké, die gast loopt weg en deze komt recht om af. Beter had het niet kunnen gaan. En nu snel daar achteraan. Go, go, go. Ik heb zoveel massa dat hij precies de andere kant op keek, die gast. Perfect, de kapitein is al neer. En zo maken we lekkere stappen, pakken we steeds meer XP. Gaan we alweer richting XP level 50, jongens. We zijn lekker bezig, lekker onderweg. Een staf van 107, waar ik niveau 50 voor moet zijn.
Kun je nagaan. Oké, koolstofkristal pikken we mee. En er is nog één schat over en één stroperskapitein. Ik denk dat we dit echt easy peasy moeten kunnen doen. Hang on. Hey man, God. Ik heb geen idee waarom dat geen stealth aanval was, maar oké. Het zal wel. Nice, niemand heeft me door. Wait a minute. Time is up. Perfect. Face the threat. What the fuck, kijk dat... Wat een sukkels. Hoppa, doeg. And they're gone, man. Perfect uitgeschakeld. We hoeven alleen nog maar de schatten te pakken en we zijn klaar hier. Twin brothers. Each one as brutal as the other. Ah, dat verklaart een hele hoop. Daarom leek het zo vreemd. We hebben hem dus eigenlijk alweer gekild. Nee, het waren tweelingbroers al die tijd. Beide kapiteins, ze leken enorm op elkaar even gewelddadig. En dat is de reden dat het leek alsof er twee waren. Alsof je was herrezen uit de dood. Super weird. Man, man, man. We pakken dit op. Hebben meteen de hele outpost gefixt. De Swenet buitenpost. Nemen alle snuisterijen hiermee. En kunnen dan rustig de part afsluiten. Best wel raar ook eigenlijk dat we de quest gewoon behalen zonder dat we terugreporten aan... Sobek himself. Let me out, you cockless hyenas! I must find it! Wat is deze man aan het schreeuwen? What must you find? Who are you that asks me this? We can stand here trading questions. Or I can free you and help your cause. Then let us leave before the treasure is lost for good. I will be destroyed! Then let us leave before the treasure is lost for good. Oké, we bevrijden deze random NPC en krijgen daarvoor de questline Nationale Schatten. Ik ben benieuwd wat deze man mij te vertellen heeft en waar ik deze aflevering kan eindigen dan nu. Do you care about our history, Senny? Bayek, I fight to defend it. I am Kanika, seeking a relic of great significance. It belongs in a temple. A worthy sentiment. The papyrus of Pentu holds the key. I was haggling with the merchant for it. Then all was blackness and I awoke in a cell accused of his murder. With the papyrus nowhere to be found. You have a talent for deduction. But without the Pentu's words, Nek, my only lead. Where were you ambushed? South of here, near the mountain roads. Will you recover it, Senny? I will go to the excavation site. If the soldiers find the treasure first, all is lost. A stolen papyrus. A race to find a relic. My blood quickens. My blood quickens. Inspecteer de locatie waar Kanika in een inderlaag liep. Dit klinkt als een best wel interessante sidequest, man. Nationale schatten. En kijk hoeveel we doen voordat we überhaupt die focus leggen op de main story van de DLC. Dit zijn de missies die op het moment openstaan. We hebben nationale schatten van niveau 49, maar de primaire missies, Vloek van de Farao's, de Ketter, etc., allemaal niveau 48. We kunnen dus denk ik beter de niveau 48 mainline doen en dan later nationale schatten gaan doen. Maar dan moet ik even kijken wat ik precies ga doen en in welke volgorde ik dat zal doen. Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze episode. Weer zat avonturen meegemaakt. En... het lijkt elke part wel weer... ja, hoe moet je het benoemen? Dit is een game, dus continu voelt het niet alsof er een einde aan gaat komen. Een vriend van me, Robbie, heeft op het moment 130 uur in deze game zitten. En heeft nog steeds tientallen questlines openstaan voor zowel DLC als de main game. Het is gewoon een bizar grote Assassin's Creed en ik kan me gewoon niet eens voorstellen... hoe lang ik nog bezig zal zijn met dit totale spel. En hoe groot deze let's play van deze fucking Assassin's Creed gaat worden.
soms nog, ik denk wel groter dan een gemiddelde RPG. Het is echt bizar. Bedankt voor het kijken, thanks voor de support in ieder geval. En tot de volgende aflevering van Assassin's Creed Origins op mijn channel. Peace.